Zo. Ik ben Hans van Geel, 16 jaar geleden tot priester gewijd. Kom Floris. Ik ben nu pastoor van Sint Anne Prochie en daar is vorig jaar Sint Christoffel bijgekomen. Kom Floris. Het belangrijkste van mijn werk is het herder zijn tussen en bij de mensen. Op allerlei niveaus en in verschillende situaties. Goedemiddag. Hey. Hey, lekker gewandeld? Jawel, en koffie gedronken. En koffie gedronken, kijk eens aan. En nou is het best lekker buiten, hè? Ja, hè? Heerlijk. Nou, plezier, hè? Zeker. En dat vind ik het bijzondere aan de roeping tot priester. Dat je in alle, vanaf de geboorte tot aan het overlijden en ook het begeleiding van de nabestaanden daarna, dat je daar een hele bijzondere rol in mag spelen. Goedemiddag. Ja. Wil je keuze maken? Ja. Voor voorjaar, hè? Ja, dan moeten. Moet je dan in de grond doen, hè? In het begin dan probeer je toch te werken volgens wat je geleerd hebt in de cursus. En dan zie je al heel gauw dat het toch heel anders is. Praktijk is heel anders dan theorie. Natuurlijk heb je de basis nodig. Dat heeft ook het fundament gelegd van het werk wat ik doe. Maar de vormgeving en ook de uitstraling is gewoon heel anders. Dit is de hoofdkerk van de Sint-Anna-parochie en hier kom ik vrij regelmatig. Maandagavond hebben we altijd de Eucharistieviering in de Lourdeskapel. Kees, bedankt voor het klaarzetten en een goede dagen dadelijk. Dank u wel. En tot volgende week. Oké, dank Kees. Ado, hè. Goedies. In de weekenden roleer ik door de Sint-Anna-parochie, dus ik ben hier niet wekelijks, maar wel regelmatig te vinden. De gemeenschap die hier samenkomt, bidt regelmatig voor priesterroepingen. En hier is een offerblok waar mensen een donatie in doen. De koster die doet na de viering, haalt hij de kaarsenbak leeg, dit offerblok maakt hij leeg. En van dat geld wat hierin zit, wordt dan de komende week weer gebeden voor priesterroepingen. Ik vind wel dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het pastoraat. Want er is ook nog een soort managementtaak bijgekomen. Dat vind ik eigenlijk wel iets het mindere van alles. Want je bent bezig met parochies laten fuseren, met kerkgebouwen sluiten. Dat moet gebeuren. Daar ben je ook als persoon zijnde samen met het parochiebestuur ook verantwoordelijk voor. Maar ik vind het pastoraat, het herder zijn, bij de mensen, onder de mensen zijn, eigenlijk nog het belangrijkste. Kom. Ja, natuurlijk heb ik wel eens getwijfeld. En dat is heel menselijk wat op je pad komt. Ah, dat zijn we gewend, hè. En je hebt natuurlijk ook... het alleen zijn is soms moeilijk. Natuurlijk ben je een mens met gevoelens. Ook daar wordt soms wel eens komt dat in je op en botst dat met je priesterroeping. Maar uiteindelijk door dat geworstel, ook door die twijfel, ben ik nog steeds overtuigd dat dit mijn juiste roeping is en de juiste weg is. Nou, wat een lekkere wandeling, hè, jongen.